Dit zijn de Game Masters! Het is zomer, dus het is bijna elk weekend wel een leuk festival. We hebben natuurlijk Castlefest nog, we hebben de Elfantasy Fair, we hebben de Archeon met Zomerfair. Maar we hebben een gerucht gehoord bij 4GM over een mini festivalletje. Helemaal in het noorden van het land, bij Meppel. En daar ben ik nu en daar ga ik ook een kijkje nemen. Gezellig. Ja, eigenlijk wel. Wat vindt u van het festival? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Al die mensen die hier rondlopen, het is allemaal, iedereen heeft hier plezier. Ik wist niet dat het zo opgezet was, zo groot. Ik ga ook naar de Elfantasy Fair. Hij was er ook altijd heel graag. De eerste keer. Dus, En toen was dit in de buurt, dus toen dacht ik van, dan ga je met mij mee een keer. Oké, dan vind je wel leuk dat er een keer wat dichterbij wordt georganiseerd, zeg maar, dan dat je naar Utrecht moet of zo. Ja, absoluut. Natuurlijk, dat is altijd leuk. Er zijn vast wel meer van zulke dingen in de buurt, maar je weet het nooit helemaal. Dus je moet het vinden. Is het nou, dit is echt ook iets totaal nieuws voor de Meppelse jeugd? Ja, wel voor hier in de buurt, ja. Tenminste... Ja, voor hier in de buurt wel. Er zijn natuurlijk overal door het hele land wel festivals en zoals dit. Maar dit is wel voor de eerste keer dat het hier is, geloof ik. Wat ik zo leuk vind hier, dat is dat zij heel veel aandacht aan besteed hebben dat de kosten ook heel laag gehouden worden. Hè? Als je ziet wat ze hier voor eten en drinken vragen, nou, dat is gewoon fantastisch. Dus u gaat volgende keer, komt u verkleed ook? Nou, dat kan ik niet beloven. Allen die willen te Kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, zij varen mee. Allen die ranzen de tweebart lusten, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden. Allen die deftige pijpen zworen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, zij varen mee. Allen die willen de walvis kelen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baarden. Op Fantasiafest kom ik een natuurwandelaar tegen. Dat is, ja, wat een mooi woord. Ja, dank u wel. Ja, klopt dat ook een beetje? Ja, dat klopt. Ik hou van in de natuur zijn en dan wandel je vaak wel. Ja, soms sta ik ook vaak stil, maar... ik zeg ook vaak, wandelen is ook vooral stilstaan. Zeker als je in de natuur bent. U heeft ook een apart, stok kan ik het eigenlijk noemen, meer stafachtig iets. Ja. Wat is dat voor iets? Nou ja, dit is gewoon een staf waar ik dan vaak mee wandel. En daar zitten een aantal dingen, zoals de vier elementen zitten erin. Aarde, water, lucht, vuur. En nog wat meer dingetjes, de godin zit erbij, belletjes... En wat is dan bijzonder? Ja, wat betekent die staf voor u dan? Nou ja, allereerst loopt het lekker. Heel, heel belangrijk natuurlijk. En het is voor mij ook omdat ik werk heel veel met natuurwezens, elfen en alles wat er is, zeg maar. Dus, u werkt met natuurwezens en elfen. Dat moet u mij even uitleggen. Want, hoe lang heb je?
Nou, even de korte versie. Nou ja, heel kort is, we leven op een aarde die vol is met bewustzijnsvormen. En daar kan je voor openstaan of niet. En ja, ik sta er voor open en dan kan je samenwerken met ze. Maar dat, ja, u ziet ze echt en u werkt samen met elfen? Ja, nou, ik zie ze niet. Ik voel ze en ik zie hun energie vaak. Of ik zie een lichtpuntje of dat soort dingen. Echte elfen van vlees en bloed met vleugeltjes, die zie ik dan niet. Maar ja, ik voel ze en ik kan met ze communiceren. En hoe communiceert u dan? Ik loop gewoon in de natuur en dan vraag ik vaak ook van, nou ja, leid mij maar heen waar ik heen moet. En dan, ja, soms kom je op een plek waar je wat heling kan geven. Soms gewoon waar je troep opruimt van wat andere mensen hebben achtergelaten. En ja, soms vind je iets, een mooie staf of een mooie veer. Dat soort, soms krijg je er ook wat voor terug. Het is vooral een wisselwerking, zeg maar. Maar dan, ik even als botte leek op dit gebied. Stel ik me dan voor, dan loopt u door het bos en dan krijgt u een signaal van, nou, daar ligt afval. Dus dan gaat u naar die plek en dan ligt daar inderdaad afval en dan... Nou ja, kunt u dat opruimen of zo? Ik ga gewoon dan op mijn gevoel af en soms voel ik heel duidelijk van dat ik een bepaalde richting op wordt getrokken of geduwd, hoe je het maar wil noemen. Ja, en dan kom ik op zo'n plek en ik weet ook van tevoren, het is niet dat ik zoiets heb van om 5 uur willen we even dat je daar opruimt en om 5 uur daar. Ja, het zou wel efficiënt zijn natuurlijk. Ja, maar efficiëntie hoort bij mensen en ja, we zijn niet altijd even efficiënt als we willen, maar dat werkt anders. Ja, het is vooral openstellen en gewoon kijken wat er gebeurt. Stel nou dat de kijkers volgende keer in het bos lopen op zondag, of op zaterdag, hè? Ja. Maakt niet uit. Wat kunnen zij doen voor de elfen? Ervoor openstaan en de rust nemen. En... Nee, maar kunnen ze wortels meenemen en bij een boom leggen of zo? De konijnen vinden dat heel fijn. Dus dat... Maar zo werkt het niet bij elfen. Nee, wat ik wel vaak doe is inderdaad van af en toe dan laat ik wat, beetje wat koekjes en wat dranken. Of tenminste wat zoete dranken. Beetje mede. Nou, dat zou ook kunnen, maar niet elk wezentje houdt daarvan. Ja, de allereerste editie van Fantasia Fest, een mini festivaletje, maar heel gezellig hier in het noordoosten van het land. En ik sta hier bij Tom den Hartog, de organisator van het festival. En Tom, hoe verloopt het tot nu toe? Het gaat heel erg goed. En de sfeer die ik graag wilde neerzetten voor Fantasia Fest Lindenhorst,
Een fest staat in mijn geval voor festijn, niet voor festival. Een festival is iets groots, een festijn is wat kleiner. En ik wilde graag voor mijn kinderen iets leuks neerzetten in plaats van op vakantie gaan. En als ik zo naar mijn dochter kijk en naar mijn kinderen kijk, dan zijn ze heel erg tevreden. Dus dat is gelukt. En heb je ook, als je nu, twee dagen zijn nu, zitten er bijna op. Is het geworden wat je in je hoofd had? Bijna boven verwachting. Gisteren hadden we regen. De sfeer was er al wel gezet, zoals ik al zei. Vrijdagavond ging dat al goed. Al die bandjes zaten op een gegeven moment in de Lindenhorst, omdat het zo'n prachtig gebouw is. En zich daar ontzettend voor leent. Hadden we de sfeer al neer. De mensen moesten een beetje de kat uit de boom kijken. We zijn natuurlijk vreemde wezens wat dat betreft. Maar we hebben vandaag de sfeer neergezet waar ik van droomde. En als ik kijk naar al die kindergezichten die aan het lachen zijn. Dat is toch het mooiste wat er is. Die kinderen worden vermaakt en je ziet ze aan de poort. We willen niet naar huis. Nou, mooier kan dat niet. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje de ingrediënten voor dit festival, als ik het begrijp. Dat is een goede sfeer neerzetten, laagdrempelig, betaalbaar en voor het goede gevoel met z'n allen. Ja. Nou, ik vind dat een goede zaak en ik wens je veel succes ook voor de volgende editie. Ik hoop dat we die mogen gaan houden. We zien het en volgende keer zijn jullie er ook bij natuurlijk. Goed zo, heel hartelijk dank. Hey, zal ik nog een biertje voor je halen dan? Fantasia Fest zit er bijna op. Er zitten nog een paar mensen na te genieten van de muziek en de gezelligheid hier. En dat is eigenlijk ook een beetje de samenvatting van het festival, mag ik niet noemen, van de organisator, maar festijn. Het is eigenlijk gewoon echt een beetje de simpele ouderwetse gezelligheid. Een biertje drinken voor 1,50, een hapje eten, een beetje muziek, een kraampje en een hoop mensen die ook gezellig willen doen. Nou, daar ben ik persoonlijk wel fan van, dus ik zie wel uit naar een volgende editie van Fantasia Fest. En als jullie in de buurt van Meppel wonen volgend jaar, dan zou ik ook zeker langs gaan. Game Masters.